Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over een van mijn favoriete reptielensoorten. Het is een hagedis. Hij kan wel zo groot worden en het is de leguaan. Hij kan misschien nogal groot worden. Ik ben benieuwd hoe groot deze is. Ben jij nou benieuwd wat die zo bijzonder maakt? Dan moet je blijven kijken. En ik ben hier bij de groene leguaan. Moet je kijken. Oi, oi, oi. Dit is toch gewoon serieus een draak. Ik weet niet of jullie draken in films hebben gezien, maar een levende draak, dat is toch echt wel dit dier. En dit is een heel groot, oud mannetje. En hoe je kan zien dat het een mannetje is, zie je aan die keelflap. Ik kan hem even opzetten, poseren voor de vrouwtjes. Ah, het is een fantastisch beest, zeg. Hij leeft in Midden- en Zuid-Amerika en ook een beetje bij de eilanden bij de Caribische Zee. Maar ze zitten nu ook op meerdere plekken op de aarde. Maar oorspronkelijk komen ze daar vandaan. En daar leven ze in de jungle. Daar is ook perfect op aangepast. Kijk maar eens eventjes naar die klauwen. In de jungles zijn natuurlijk hele hoge bomen. Veel plek om in te klimmen. Nou, die klauwen van hem. Daarmee kom je echt werkelijk waar overal in. Klimt hij de boom in en dan ligt hij daar op een tak. Eigenlijk een beetje zoals hier. En dan liggen ze heerlijk op te warmen in de zon. En ja, dit is dan eigenlijk een beetje een nepzon. Maar de zonnestralen in zich op te nemen, dat is omdat dit koudbloedige dieren zijn. Koudbloedige dieren, die kunnen niet net zoals wij zoogdieren hun eigen warmte creëren. Wij zijn altijd 37,5, 38 graden. Dat hebben zij niet. In de nacht worden ze best wel koud, gaan ze lekker slapen. Dan gaan ze opwarmen in de zon. En van die warmte, daarvan kunnen ze bewegen. Dit is dan een nepzon. Maar in het wild liggen ze ook op zo'n tak die een beetje uitsteekt. In de zon, de zonnestralen in zichzelf op te nemen en eigenlijk op te warmen om zo energie te krijgen en te kunnen bewegen. Op zoek naar voedsel of misschien wel weg te rennen voor gevaar. Maar ja, ook al ziet hij er levensgevaarlijk uit, er zijn best wel wat dieren zoals bijvoorbeeld roofvogels of andere soorten dieren die groter zijn en die van vlees houden, die deze gewoon willen opeten. Komen dan op af, deze springt eruit, het liefst niet op de grond, maar de grond zou die ook kunnen overleven, dan springt hij een beetje het water in, als het wel niet kan. Nou, dat gebeurt hier ook. Hij zit hier boven water. Dan kiest hij zo'n tak die boven het water is, springt hij eruit en dan valt hij het water in. Verdrinkt hij dan niet? Nee, dit zijn echt uitstekende zwemmers. Laat zich vallen in het water, doet zijn poten langs zichzelf heen en gaat zo bewegen. En dan schiet hij weg. Hij kan echt ontzettend snel zwemmen. Gebruikt hij zijn staart als roer en dan is hij zo weg voor gevaar. En daarmee is dit dier ook echt al heel lang op onze aarde en is dit gewoon een levend fossiel. Omdat hij zo ongelooflijk goed is aangepast. En deze diertjes worden ook wel op een of andere gekke manier de boomkippen genoemd. Boomkip. Hoezo boomkip? Nou, boom heb ik net verteld. Ze liggen heel vaak in de bomen. En dat is een plek waar ze graag zitten. En kip, ja, omdat de mensen ze daar wel eens hebben gegeten, staat er eigenlijk op het menu. En ze schijnen naar kip te smaken. Je zou niet denken als je er naar kijkt, maar de mensen daar, die daar wonen en de inheemse mensen, die noemen dit boomkippen. Niet omdat ze erop lijken, maar omdat ze er naar smaken en in de bomen zitten. En dit is dus een mannetje. Ze kunnen wel 2 meter lang worden. Moet je even kijken. Nou, bij deze is de staart een klein stukje afgebroken, ze zijn niet zo super lang. Deze is denk ik 1,5 meter. Ze kunnen 1,5 tot 2 meter in lengte worden. En vaak is hun staart het langste gedeelte van hun lichaam. Het lichaam wordt zo'n 1,5 meter, ietsjes langer. En de staart is de rest. En die staart die kan dus wel 1,5 meter lang worden. En dat is echt waar een wapen van hem. Hoe kan je staart nou een wapen zijn? En een paard heeft toch ook een staart, gebruikt die ook niet als wapen? Nou, een paard heeft zeker niet zo'n harde en best wel scherpe staart. En die is ook hartstikke stevig en die kan niet zwiepen. Stel er komt iets in zijn buurt en hij is te laat met wegrennen en hij wil het te zwiepen geven. Geeft hij een zwiep aan die staart en dat kan echt serieus heel veel pijn doen. Dan probeert hij daarmee roofdieren weg te jagen. En als dat roofdier dan nog niet is afgeschrokken door die staart, hij is gezweet, maar hij denkt, wow, lekker, die ga ik opeten. En hij grijpt hem bij die staart, dan kan hij daar nog iets heel bizars mee. Net zoals sommige andere hagedissen, kan hij een stuk van zijn staart loslaten. Dus stel, er zit hier hap, een vogel in die staart, laat hij dat stuk van die staart afvallen en dan rent hij weg. Soms beweegt dat stuk nog een klein beetje, maar dan denkt de vogel dat hij beet heeft. Maar eigenlijk heeft hij gewoon een klein stukje staart wat helemaal bijna nergens naar proeft. En dan is hij veilig. Rent hij weg en dan kan hij die staart zelfs nog een klein stukje terug laten groeien.
Niet meer helemaal, maar met name bij jonge exemplaren. Als ze jong zijn, dan gaat dat groeien, dat regenereren, het hergroeien van een stukje lichaam, in dit geval staart, gaat dat een stuk beter. Maar als ze ouder zijn, dan gaat dat iets minder goed. Maar ja, dan kan hier bij deze is het ook gebeurd, want normaal is die staart nog langer. Is hij echt heel erg puntig, misschien wel zo tot hier. Deze is ook afgebroken. Ik weet niet, misschien een andere lego aan geweest of iets waardoor die is afgebroken. Groeit hij een beetje stompig af. Ja, donkerder van kleur. Maar wanneer ze jong zijn, gaat dat teruggroeien een stukje beter. En dan kunnen ze gewoon een langer stukje staart teruggroeien, zodat ze weer een staart hebben om of af te werpen of ermee te zwiepen. Prachtige stekels vanaf zijn hoofd tot eigenlijk aan halverwege zijn staart zien er vlijmscherp uit. Alsof je bijna moet uitkijken dat je er niet tegenaan komt. Handig voor roofdieren, want die denken hetzelfde. Ze zijn eigenlijk helemaal niet scherp. En echt helemaal niet puntig of hard. Ze zijn best heel erg zacht. Een beetje hetzelfde als bij de baarten gaan. Voor hem heel handig, want anderen die denken dat het levensgevaarlijk is. Maar letterlijk, hartstikke zacht. Ik laat hem nu lekker liggen, dus ik ga het niet aanraken. Maar wat je ook, dat zie je hier wel heel mooi. Ik heb die stekels zien zitten. Hier zie je een beetje een wit vliesje. Je ziet hier ook op zijn been. Wit, wat is dat? Is hij in de verf gevallen? Nee, dat is nog een klein stukje vervelling. Reptielen vervellen. En elke keer wanneer ze groter worden, dan groeien ze uit hun oude jasje. En dan laten ze eigenlijk hun vervelling eraf. Helemaal, de slangen doen het ook, meneer Tortellini doet het ook. Die doet het in zijn geheel. Dan zie je soms een hele witte slang liggen. Dat is gewoon zijn oude vervelling. En dan hoeft hij geen nieuwe kleren te kopen. Nee, het is niet voor kleren. Maar wanneer ze groeien, dan scheuren ze uit hun oude jasje. En soms gaat het helemaal goed, maar soms blijft het ook nog een klein beetje hangen. Dan gaat hij hiermee straks langs de zijkant schuren. En ook hier met zijn rug ergens langs schuren. En dan gaat die oude vervelling eraf. En wanneer ze jong zijn en steeds groeien, dan vervellen ze heel vaak. Kan soms wel om de maand. En naarmate ze ouder worden en ouder worden, gaat dat steeds minder vaak. En dan gebeurt het eigenlijk veel minder frequent. Maar wanneer ze kleiner zijn en groeien, regelmatig doen ze dan hun oude jasje uit. Stukjes vervelling die hier dus nog een beetje vastzitten. Gaat hij dat proberen af te krijgen door een beetje langs de zijkant te schuren, langs takken, met zijn rug langs takken. En dan als het goed is valt dat er wel. Hier, oh wacht hier, je kan het hier ook zien. Hier heeft hij dat gedaan. Je ziet het ook, stukjes vel. Ik zie nu niet van welk lichaamsdeel. Kijken. Oh ja, dit is grote schubben, dat zal een beetje vanaf zijn staart achter komen. Als je echt zo'n puntje ziet liggen, weet je dat van de bovenkant van zijn rug afkomt. Dan komt er dit vanaf. Kijk, nu is hij voor het overgrote deel gewoon vervuild, dus nu eet hij gewoon. Maar wanneer ze aan die vervelling toe zijn, dan wachten ze eventjes met eten. Dan gaan ze niet eten, blijven ze even stil, wachten ze tot het jasje af is en dan stoppen ze met eten. En ook vrouwtjes die zwanger zijn, die eten ook niet. En de kleintjes, die hebben dierlijke eiwitten nodig om te groeien. Dus die eten krekeltjes, insectjes, eigenlijk van alles wat ze kunnen vinden, maar ook groente en fruit. Dus die leven van alles. En volwassen exemplaren zoals deze, die kunnen bijna helemaal van alleen groente leven. Nou, dus van fruit, rijp groente, bladgroen vanuit de bomen. En dan hebben ze eigenlijk die dierlijke eiwitten bijna niet nodig, omdat ze niet meer echt hoeven te groeien. Ze kunnen het zeker nog eten en ze vinden het ook hartstikke lekker. Maar die kleintjes die hebben echt die dierlijke eiwitten heel erg nodig. Nou, ik heb altijd geleerd van mijn moeder, je kan nooit ergens aankomen met lege handen, dus ook hier niet. Heerlijk lunchje. Ja, ik dacht, daar zou hij vast en zeker wel trek in hebben. Een heerlijk schaaltje met groen. Dan kan hij daar straks lekker in zijn rust van genieten. Nou, dan wil ik nog eventjes één ding zeggen, want ik hoor jullie denken, hij heeft het de hele tijd over een groene leguaan. Nee, kleurenblind ben je echt niet. Deze is serieus oranje. Ze worden sowieso felgroen geboren. Die kleine zijn felgroen. En dan kunnen ze, meestal worden ze groen, de groene leguaan. Maar ze kunnen ook wel een beetje oranje worden. Bijvoorbeeld de mannetjes rond het paringsseizoen kunnen ze oranje van kleur worden, delen of helemaal. Kunnen ze ook blijven. Dominante mannetjes zijn met name een beetje oranjeachtig van kleur. Vrouwtjes kunnen het ook hebben, maar ze kunnen dus een verschillend scala aan kleuren worden. Kijk bijvoorbeeld hier. Hier heb je gewoon een groene leguaan. Dit is een iets oudere, die kan ook een beetje donkerder of faler van kleur worden. En hier, nou daar hoef je geen foto voor te zien, dan zie je hier. Kan ook dus tegen het oranje, donkeroranje aan zijn. Maar het is gewoon de groene leguaan. Nou jongens, dat was het voor vandaag. Ik ga deze even lekker laten genieten van zijn lunch en dan ga ik niet in de weg staan. Vonden jullie het een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en niet beneden te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Oh ja, laat even hier in de comments beneden weten wat jullie vinden van deze groene leguaan. En of jij je ook wel vroeg, waarom heeft die jongen het eten over groene leguaan terwijl deze oranje is. Jongens, ik zie jullie. Mazzel.